hele goede morgen. Het is om precies te zijn vrijdagmorgen. Ik zit nu op Mercatorplein en ik heb echt een heel druk weekend voor de boeg. Ik moet over een 20 minuten op mijn werk zijn. En dan heb ik de hele dag strak achter elkaar gepland, alleen maar klanten. Aansluitend moet ik echt zorgen dat ik om 5 uur steeds klaar ben. Want dan moet ik naar Laren. Wat in Laren? In Laren is de Lekker Laren, dat is een culinaire beurs. En daar krijg ik mijn eerste plexerbehandeling van Barbary Clinic. En zij gaan mijn gezicht behandelen voor littekentjes, voor plekjes, noem maar op. Daarna aansluitend moet ik weer terug. Moet ik al mijn spullen hebben gepakt, want morgen heb ik de hele dag een bruiloft. In Almere, daar ben ik visagist en daar moet ik ze helpen. En dan aansluitend moet ik door naar Friesland. Want mijn ouders hebben een heel weekendje Friesland gepland. Nou, daar kan ik precies 1 middag aan meedoen. Dat is precies zondag. En dan ga ik weer terug naar Amsterdam. Want maandag moet ik om 1 uur in de middag, geloof ik, bij Phoenix zijn. Eens later, 2:30. 2:30 moet ik in Phoenix, bij Phoenix zijn. Dat is in Rotterdam. Dus dit weekend wordt echt rennen, vliegen, springen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. Overal en nergens naartoe. Ik heb er eigenlijk door alle druk en nauwe aansluiting, heb ik een beetje stress. Maar het gaat allemaal goed komen, dat weet ik zeker. De zon schijnt, de hemel is blauw. Dat doet me in ieder geval ontzettend goed. Maar daardoor ben ik wel een beetje moe, want je slaapt iets minder goed ofzo, heb ik het idee. Ik gebruik een beetje tegenlicht nu op dit moment, want ik moet uitkijken of de tram eraan komt. Er zit een wesp op mijn hoofd. Anyways, jongens, ik neem jullie de hele dag mee en ik zie jullie later. Doei. Ik ben in Laren. En het is weer te zien, want er staat hier best wel een soort van auto achter mij die ik van mijn langste leven nooit kan betalen. ik ben dus net aangekomen. Het is inmiddels, nou ik denk een uurtje of 6:30. Nog steeds bloedheet. Maar ja, ik moet er toch een beetje goed uitzien. Ik heb gewoon echt een zwarte blouse aan, nette schoenen, goede broek. En ik ga eens even zoeken binnen, eens kijken wat ze voor me kunnen doen. Oké, het doop is, ik ben aangekomen. Hier achter mij is de stand van Barbary Clinic. Het is nu een beetje voorbereidend nog, het is nog vroeg. Ik zit hier echt bij een heerlijke... Ja, ik hou hiervan, het eten gaat gewoon vanzelf. Je hoeft er niks voor te doen, het komt gewoon bij je langs. Dus laat ik eerst even mezelf blij maken met goed eten. Ik heb het idee dat ik hier nog even een paar wimpertjes voor me doe. Ik krijg nu eerst een verdovingscreme op mijn gezicht, want de huid wordt natuurlijk oppervlakkig aangepakt. Dit wordt met een crème gedaan en dan duurt dat een tijdje en dan trekt dat in. En dan kunnen we zo meteen beginnen met de behandeling. Oh jongens, ik heb hier zo zin in! Dan krijg ik wel echt 5-6 dagen lang gewoon echt die korsten. Maar maakt niet uit, wat hebben we vaker gehad. Nou, dit is de look voor vandaag. Special plastic. Ik ben een tijdje geleden ben ik ook nog in het ziekenhuis geweest. Daar hebben ze me hier gelaserd voor bepaalde plekken. Alleen het laser is een CO2 laser die brandt puur de huid weg. En met de huid wegbranden maak je dus gewoon een litteken. Dus ze hebben me nu ook laten zien hoe je dus ook dit weer kan laten weghalen. En doet het pijn? Het is heel lichtjes gevoelig. Man. Oh. Mijn gezicht is nu net behandeld, is wel leuk. Je kan het hier zien op het scherm. Hij is er al. Hij is er al, daar is ze weer. En we gaan nu, hier zie je ook inderdaad wat plekjes. Hier ben ik vorige keer gelaserd. En we gaan nu even deze plek ook behandelen. Ik vind het heel erg meevallen in mijn gezicht. Ik dacht echt dat ik allemaal korsten zou hebben ofzo. Gewoon allemaal kleine vonkjes. Prachtig. Hij is in één keer weg. Hebben jullie dat gezien? Het is zo vet. Die kleur komt terug binnen 1 maand, ja? Nu zit het wat lichter uit, maar dan komt het binnen 1 maand terug. Hij is gewoon weg. Yes. Oké. Nou, dit is dus Huda Barbary. Ik bedank jou echt weer voor dit. Want door jou is dit nu eigenlijk mogelijk. Hoe lang gaat dit nu duren? Nou, ja. En na 5-6 dagen laten we de korstjes weg, dus dan ga je niet aanzitten. Okay. Laat je gewoon lekker rustig zitten. We gaan nog gelukkig niet jeuken, dus dat is ook goed. Nee, het
klein beetje branderen. Maar dat trekt waarschijnlijk gewoon met een paar uren wel weg. 4 weken zijn het hier testen. Oké. In 4 weken zien we het resultaat. Hier, dit is het. Maar... Ja, hè? Ja, ik ook. Maar zeker nou van 9D. Je hebt constant een camera op je gezicht. En ik merk echt, ik schaam me er niet meer voor. Want dat is echt wel geweest. Maar ik merk wel, op het moment dat de zon er constant op staat en de zon komt van die kant, zie ik gewoon altijd die putten zitten. Dat vind ik gewoon zonde. Dus top. Dankjewel, schat. Echt. Dankjewel. Tot snel. Tot snel. Doei. Of my mind, I just can't seem to find a reason to believe that I can break free. 'Cause you see, I have been down so long, but like the hope is gone. But as I lift my hands, I understand that I should praise you through my circumstances. Nou, jullie kunnen er nu op dit moment niet horen, maar ik ben natuurlijk weer aan de telefoon met Laura Pontecorvo. Want Luca is net eens op tv geweest. Oh my god, hij is natuurlijk door. Luca Giliot, allemaal even volgen, maar hij is zo knap en hij kan zo goed zingen. Dus Laura en ik moesten daar natuurlijk weer even over spreken. Kijk waar ik ben, Amazing Beauty Boudoir. Hoe laat is het? 11:30. Ik ga mijn spullen pakken voor morgenochtend. Zo, nou kunnen jullie even goed het resultaat zien van de behandeling. Hier zaten dus echt van die putten. Ze zijn er dus omheen gaan laseren. En als het goed is, vallen die korstjes er dus echt met een week af. En dan is het gisteren. En dan heb ik gewoon een gladdere huid. Ik heb dus morgenochtend die bruid. Maar ik ben vanmiddag aan één stuk door bezig geweest met het zetten van wimper extensions. Dus ik had helemaal geen tijd om mijn spullen te pakken. Ik weet wel precies wat ik nodig heb. Maar dat moet ik nu nog even doen. 11:00. Hi. En ik denk dat het wel nu wat spannend gaat zijn. Dat je het wel leuk gaat vinden. Hey Fred. Fred is het trouwens ook al. Hallo. Hey guys. Dus het was... Het was leerzaam, Ibiza, en ik zie je gauw weer terug. Stay black, power to the people. Bam! Ik kan het niet zeggen, denk ik. Stay black, power to the people. Dit is zo grappig. Ik kom dus thuis en fucking drukke dag gehad. En Rijn staat natuurlijk ook weer te vloggen. Hallo guys! Wij zijn hier de vlog family. Hashtag vlog family. Hashtag vlog family. We gaan hem claimen. Oh, dit is zo grappig. Oké, okay, Lau, wat ben je aan het doen? Lau is je bed aan het opmaken. Ik ga met mijn gebroken hoofd ga ik ook lekker naar bed. Ben ik klaar mee? Lekker slapen. En op naar morgen. Ja? Doei.